Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. We hebben te maken met een band met bewolking over Nederland. In het oosten valt daaruit ook wat regen. En aan de noordzijde daarvan zitten wat buien. Aan de zuidzijde vandaag de meeste zonneschijn. Vanochtend is het 13 tot 14 graden en het waait nog altijd heel stevig. Vooral in de kustgebieden kan het hard waaien. Windkracht 7 uit het noordwesten. En met een bui is het dan een beetje herfstachtig. Vanmiddag neemt de wind iets af. De buien beperken zich voornamelijk tot het oosten en noorden van het land. En er is ook af en toe de zon. 15 tot 17 graden veel verder komen we niet. Vanavond wordt het dan op de meeste plaatsen droog, hoewel het noorden van het land wel gevoelig blijft voor een laatste bui. Morgen ook nog steeds kans op een enkele bui. En dan met name in het noorden en oosten van het land. De meeste zon nog steeds in het zuidwesten. In het zuiden plaatselijke temperatuur in de buurt van de 20 graden. Maar op de meeste plaatsen zitten we daar nog dik onder. De wind matig tot vrij krachtig uit het noordwesten. Zondag dan, nog steeds een dag met vrij veel wolkenvelden, af en toe wat lichte neerslag, maar ook wel wat zon in het zuiden, kans op 20 graden. En die 20 graden, daar gaan we de dagen daarna geleidelijk aan steeds beter overheen. De zon komt terug, het wordt droog en de temperaturen gaan omhoog. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.